Plato maakte namelijk een onderscheid tussen de ambachtsman en de kunstenaar. Er zijn de ambachtsman, die kun je vertrouwen, want die verwijst naar de realiteit. Wat is de realiteit? De realiteit is iets wat in se, in zijn essentie, in zijn wezenheid, vormloos is. Maar de ambachtsman, als hij een tafel moet maken, om bijvoorbeeld foto's op te leggen, zal zich een beeld maken van een vormloze tafel, een ideale tafel, de idee van tafel en die idee vervolgens een realiteit die lijkt op de echte realiteit weer te geven. Die ambachtsman doet iets nuttigs. Aan die tafel kunnen we zitten, aan die tafel kunnen we eten, kunnen we met elkaar debatteren, kunnen we ons glas bier opzetten, kunnen we foto's op de toon stellen. Wat doet nu de artiest? De artiest van het mimetische type, die gaat kijken naar de tafel van de ambachtsman, of naar vele tafels van diverse ambachtslieden, en gaat u vervolgens tekenen, schilderen, in brons schieten, in gips afbeelden enzovoort. Die artiest is dus eigenlijk een oplichter, en niet alleen een oplichter, maar een tweederangsfiguur. Want hij heeft het werk wat gedaan is en wat een nuttigheidsfactor heeft voor de maatschappij, dat werk gaat hij nog eens dunnetjes opnieuw doen en beweren dat hij daarmee kunst heeft geschapen. Dus, zegt Plato, weg met de kunstenaars. Die zijn slecht voor de maatschappij. Plato was dan ook, dames en heren, de grondlegger van de totalitaire maatschappij.